Hele goede middag, lievelingen. Welkom bij een nieuwe vlog misschien. Misschien nog dezelfde vlog. Ik heb mijn haar even zo, want het moet even drogen. Ik heb net gedoucht en ik ga vandaag weer naar een festival. Het laatste festival van dit jaar. ik heb als het goed is elk festival waar ik naartoe ben geweest gefilmd op 1 of 2 na. Ik heb Latin Village niet gefilmd. En ik dacht dat ik er nog eentje niet had gefilmd, maar ik kan het me niet meer herinneren. Ik ga met 2 vriendinnetjes, we gaan met de auto, dus dat is wel chill. En ik heb nog 1,5 uur om mij klaar te maken, mijn haar te feunen, te stylen en om te kleden. En dan zal ik waarschijnlijk wel weer make-up in de auto doen. Dus ja, ik denk dat ik jullie zo meteen nog even zie om mijn outfit te showen. En ja, dat. Oké, ik heb mijn haar gesteld, ik heb mijn outfit aan. Ik heb een zwarte body aan en zo'n rokje. Van zo'n schaakbord, weet je wel. En ik ga er nu vandoor. Ik ga make-up in de auto doen. En ik was vergeten te vertellen naar welk festival ik ga. Ik ga naar... oh ja, Parels van de Stad. Ik was even vergeten. Ik ga naar Parels van de Stad in Amsterdam, 2e editie. Maar ik heb nu een beetje haast. Dus ik vertel jullie achteraf wel hoe en wat. En... ja, ik ga make-up in de auto doen en dan zie ik jullie daar. Ik ga daar dingen filmen en zo. Let's celebrate life. We hebben vandaag een fucking leuke tijd. Ben je hier met je beste vriendin? Een hele goede morgen, lievelingen. Welkom bij dezelfde vlog volgens mij. De laatste keer dat ik filmde was bij Parels van de Stad. Toen ik naar Parels van de Stad ging die dag. Het is me opgevallen dat ik eigenlijk bijna helemaal niks heb gefilmd van de optredens en zo. Het kwam omdat we overal best wel ver achter stonden en ik ben klein. En ja, ik denk niet dat jullie achterhoofden willen zien. Ik heb niet veel gefilmd. Ik moet wel zeggen, het was een van de leukste festivals dit jaar. En we waren met een leuke groep. Dus dat was heel erg gezellig. Voor de rest, het was de 2e editie van Parels van de Stad in Amsterdam. Vorig jaar wilde ik ook gaan, maar we hadden gewoon geen kaartjes. Dus toen waren we niet gegaan. Maar dit jaar was wel echt heel erg leuk, moet ik zeggen. Een hele goede dag, lieveling. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben vandaag hier met Mrs. Boekie. En wij hebben vandaag een roadtrip gehad. We zijn nu in Arnhem. We gaan leren op de ham. Hey, dit licht is echt verschrikkelijk. We gaan leren op de ham. En we waren eigenlijk van plan om hier al veel eerder te zijn. Maar iemand wilde zo nog uitslapen. Het was nu dat ze gaan uitslapen. Ja, dus we hadden gewoon net zo goed. Gewoon gelijk met de auto kunnen gaan. Nee. Want doordat iemand hier wilde uitslapen, moesten we met de trein. En met de trein is het 1,5 uur, terwijl met de auto is het 3 kwartier. Dus wiens schuld is dat, Boekie? Wiens schuld is dat? Maar wiens schuld is dat? Maar wiens schuld is dat, Boekie? Oké, zo ja, wij gaan nu leren. Want dat is waarvoor we zijn gekomen. En that's it. Ik denk dat Boekie een beetje geïrriteerd is. Maar even serieus, het licht hier is zo slecht. Ik snap dit gewoon niet. Ik denk, Han is aan het bezuinigen op licht hoor. Zullen we de energierekening omlaag zien te krijgen? Het is echt allemaal emo licht ook gewoon. In ieder geval, we zijn op zoek naar koffie. Of nou, zij is op zoek naar koffie alleen. Ik denk dat. Je hebt me echt verstand, ik heb laten lopen. Bitch, shut the fuck up. Jij wilt koffie toch? Wil je koffie of niet? Wil je koffie of niet? Nou, Boekie heeft de koffie gevonden. Ben je blij, Boekie? Wacht, ik ga even die instelling veranderen, want ik snap er helemaal niks van. Volgens mij ligt het aan mijn instellingen, want het licht kan hier toch echt niet zo deprimerend donker zijn? Het is hier, ik zweer, ik word echt depressief zonder grap. Het licht is hier echt gewoon... Je weet toch gewoon, je hebt depressief licht? Even zeg maar van het warme licht. En dit is echt depressief licht. Oké. Hoe weet jij dat? Heb je het licht ook in je kamer of zo? Ja, maar dat heb ik niet depressief gedaan, anders word ik al dubbel depressief. Oké, dus kijk. Boekie, kan je stil zijn? Ik probeer te vloggen. Dus kijk. Boekie en ik zitten allebei niet op deze school. En zitten ook niet in de buurt van deze school. Ik zit op Ophans in Den Bosch. Boekie zit in Amsterdam op school. Wij zijn hier naartoe gekomen. Omdat...
Omdat, ja, is leuk toch? Een keer. Stop! We lachen om snaps. Oké, wacht, ik moet even een pauze. Oké, we moesten even een lachpauze inlassen. Ik weet niet meer waar ik het over had, maar waarom zijn wij hier, Boekie, om te leren? Ik ben hier om te leren om mijn huiswerk te maken. Kiel, jij bent echt de hele tijd aan het praten. We moesten 600 jaar zoeken. Had ik net het gewoon mijn oortjes in? Wou ik net niet gewoon rustig gaan leren dat jij naar beneden wil gaan? Nee, dan ga ik ook met je in ook. Ik had tegen jou gezegd, laat me leren. Jij wou best naar buiten toe gaan. Kiel, helemaal niet. Helemaal wel. Ik lieg tegen mij. Ik werd geroepen naar buiten. Is goed, niet andere mensen schuld geven. Schuld toch altijd bij jezelf, hè? Gek geworden, dat is nooit mijn schuld. Oké, dus in ieder geval, we zijn hier gekomen om te leren. We zitten allebei niet op deze school. We hebben niks te maken met Arnhem. Maar ik dacht, ik ga vandaag gewoon even eten in Arnhem. En gelijk leren. Dit is onze quality time, Boekie. Hey, Bekker, je had gisteren heel te veel quality time met mij. We hebben niet eens gepraat in de auto. Oké, maar zat je naast me, ja of nee? Dat is gewoon, dat is mijn plek. Die heb ik gereserveerd. Ik heb patent op die plek. Hey, Bekker. Patent duurt 1 tot 2 jaar of zo. Is goed. Ik spreek je over 2 jaar weer, hè. Ga ik die patent gewoon vernieuwen. Perfect. Mohem. Ik ga zo meteen dus eten. Bij, weet je trouwens wat ik ga eten? Sushi. Hè? Hoe eet je dat? Ik moet eigenlijk een gok. Oké. Weet je dat ik een beetje sushi ga eten? Die kut mokroos. Ga één keer haat gooien met. Oh, je gaat op de. Grapje. Love allemaal mokroos. In ieder geval. Ik moet jou nog. We zijn niet veel verder gekomen. Ik ben mijn. Ik heb nog aan het. Bro, jij bent nog steeds bezig met die ene vraag? Ik nee, heb tot nu toe ik gewoon. Ik heb alleen geherformuleerd. 2, 3 keer, maar hij moet perfect zijn. Oké, dus ik ben mijn vlogs aan het editen. Ik wil vandaag zoveel mogelijk vlogs editen. Maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Met deze hiernaast moet je toch niks aan het doen. Je kan gewoon oortjes in doen en dan praat ik. Dan hoor je met. Ik ga ook oortjes in doen. Ik had de hele tijd oortjes in. Jij was de hele tijd aan het praten. Mijn nek is gewoon gebroken door naar rechts te kijken de hele tijd. Ik hoor niet. Dat zorgt me wel. In ieder geval. Ik ga verder mijn vlogs editen. Zodat ik binnenkort weer iets van mij kan gooien. Ja, dik. Oké. A day in the life of Boekie. Ik weet niet wat die busje denkt, maar het is geen vakantie. Hè? Je moet gewoon even komen. Boekie is aan het wachten op de bus. Mino-like. Want zij gaat weer terug naar huis. En ik blijf in Arnhem. Ja. Misschien. Helemaal depressief. Ja, hola, ik heb niks gedaan. Ja, is je zaak. Is je zaak. Heb je nog wat te zeggen? To be continued. Lobby. Oké. Ik ben op het moment in Arnhem. Ik weet niet of hij focust. Ja, hij focust nu. Ik ben met mijn broer. En een kennis van ons, een familievriend. En we gaan eten bij sushi. We gaan sushi eten bij Sumo. En we zouden eigenlijk met nog een vriend van mijn broer gaan. Alleen die kon niet meer of zo. Zo is niet erg. Het is ook gezellig met z'n drieën. En ja, ik moest super lang wachten op mijn broer omdat hij bij de kapper was. Maar is goed. We zijn er nu. We hebben allemaal echt super erg honger. En ja, ik heb zin om te eten. Zo. Ja, ik zie jullie zo meteen bij het eten. Ik was trouwens bijna mijn camera vergeten. Ik moet dit moet weer even wennen worden. Ik was bijna mijn camera vergeten, alleen we zijn all good. Ik heb jullie meegenomen. Gezellig. Ja. Daar zitten we dan. Tofu. Vinden jullie het lekker, boys? Zeker. 100 pro. Nou, mooi. Luister, dit is al mijn derde toetje. Ik heb... mango ijs met een crumble cake, iets met persik of zo. Maar ik had net dus dat. En het ziet er kapot goed uit. En het is ook echt kapot lekker, toch? Nee, maar je bent niet op beeld. Je wilt toch niet op beeld? Maakt niet uit. Oh, serieus? Dat is wel gelukkig hoor. Ja, hè?
En die cake, vind je die ook lekker? Deze is cheesecake. Ja, op zich wel, ja. Gewoon normaal. Oké, dit was het dan. Oké, ik ga met jullie die crumble cake proeven. Heb je wel makkelijk. Oeh. Mmm. Dat is heel goed. Ik weet ook, die cake is lekker, hè? De chocoladecake die hij nu heeft is echt lekker. Waarom is dat? Ijs. Ja, Nielle is geen eetmoor of zo. Matig. Kun je eens strijd praten met jou? Chocola was lekkerder. Nou, wij hebben net gegeten. Heeft het gesmaakt, Lulu? Jazeker. Ja? Maar het zit helemaal vol. Wat vond je het lekkers? Garnalen. Ja, die ook die spies. Garnalen en zalm. Oké, interesting. Dus, en de toetjes? Wat vond je het lekkers? Eerlijk, die chocola, hè? Of die cheesecake. Die cheesecake vond jij lekker. Cheesecake was beter. Ja, hè? Nou, in ieder geval, wij hebben lekker gegeten. Wat gaan we nu eigenlijk doen? Nog een drankje. Nog een drankje, hè? Nog een drankje doen. Oké, okay, nou ja, in ieder geval, wij gaan nog even een drankje doen, blijkbaar. Gezellig. Nou, lievelingen, ik ben weer lekker thuis. We hadden nog eventjes een drankje gedaan in de stad bij Café Arnhem. Ja, het was nog gezellig. Ik zat helemaal vol nog. Ik zat nog steeds vol. En ja, helemaal niet gesponsord of zo. Maar ik hoor altijd hele slechte... Of nou, altijd. Ik hoor soms wel eens hele slechte verhalen over Sumo. Maar dan vooral Sumo Utrecht. Maar wij waren dus naar Sumo in Arnhem. En het was echt heel erg lekker. Het was echt heel erg lekker. En mijn broer en die kennis zeiden het ook. Wel dat dit keer de beste keer was van alle keren dat ze er zijn geweest. Maar dat misschien gewoon eraan lag omdat we in het weekend zijn gekomen. Want als zij door de week gaan, dan is het helemaal niet zo goed als vandaag. Zo ja, dan weten jullie dat ook. En voor de rest, ik ben echt heel erg moe. Dan zal je zien dat zometeen wanneer ik dan ga proberen te slapen, dat dan mijn slaap helemaal weg is. Want zo gaat dat. Ik heb zo een zin om mijn make-up eraf te halen. Jullie hebben geen idee. In ieder geval, ik heb een leuke dag gehad. Een lange dag. Het is nu 12:30. En ik ben net pas thuis. Echt net. Zo, ik ga mijn bed opruimen. Want ik heb weer van alles op mijn bed gegooid. Ga ik mijn make-up eraf halen. Mij omkleden en all that. En dan ga ik slapen. Morgen weer. Nou, ik moet helemaal niet vroeg op eigenlijk. Ik moet morgen gewoon werken. Zo, yeah, man. Oh shit, man. Zware armen ineens. Nou, bij deze ga ik mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En ik hoop jullie de volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe vlog. Doei, lievelingen. Wel vangen, hè?